Inwoners van Boekel konden zondag kennis maken met Elke en Zoran Kroneschild. Zij zijn sinds 1 januari de nieuwe eigenaren van ambachtelijke bakkerij Merks. Ja, Zoran een beetje gewend in Boekel? Ja, zeker. De afgelopen 3 jaar natuurlijk al gewerkt voor Lambert en Anja. Steeds meer mezelf kunnen settelen hier in Boekel. En nu als eigenaar van bakkerij Merks alleen nog maar meer. En we zijn heel positief ontvangen. En ja, we hebben er gewoon super veel zin in nog steeds. Er was vroeger dus een bekend politicus die zei, I had a dream. Die dream gold die ook voor jou? Ja, absoluut. Vanaf kinds af aan altijd gedroomd van een eigen bakkerij. En vorig jaar eindelijk de kans kunnen pakken samen met Lambert om het allemaal in orde te kunnen maken. Om deze mooie bakkerij over te nemen in een mooi dorp. En vandaar dat we hier ook kunnen staan als trotse eigenaren. Hoe kun je nou als jonge zelfstandige zoiets beginnen? Want dat bakkerijwerk, dat is toch niks. Dat is uren werken. En ja, de mensen zien nooit wat je doet. Nee, klopt. Uiteindelijk, ze zien niet wat we doen. Maar we krijgen er wel veel voor terug als we in de klanten de complimenten krijgen over het goede brood. En dat ze daar ontvangen worden met een volle winkel. Ja, daar doen we het voor. Heb je het ook gemerkt in januari? Dat ja, de klanten eigenlijk, want meestal is januari een rustige maand voor bakkers na een drukke decembermaand. Ja, we merken zeker. We hebben echt een goede kans gekregen. En ook wel mensen die van tevoren niet kwamen. Die nu wel een kijkje zijn komen nemen en gewoon ook wat gekocht hebben. Dus we hopen die mensen natuurlijk aan boord te kunnen houden. En dat we onze klantvisie alleen maar groter kunnen maken. Ben jij dan ook iemand die wat brood betreft vernieuwt, hè? Brood en gebak, want je moet af en toe wat nieuws uitvinden. Ja, absoluut. We zijn, in de beginperiode zijn we begonnen met een puddingbroodje, wat hier eigenlijk nog niet standaard in de winkel lag. En nu hebben we deze week, afgelopen week en deze week, hebben we de bananensoes in de aanbieding. En dat is ook iets wat ze nog niet hadden. Dus ja, het is gewoon een probeersel of het gaat aanslaan, maar we zullen zien. Aanslaan doet de bakkerij zeker, want je zet eigenlijk een traditie voort, mag ik dat zeggen? Ja, in welke opzicht bedoel je precies? Nou ja, eigenlijk het ambachtelijk broodbakken, is dat niet een beetje uitstervend ras? Ja, dat wel. Je ziet wel dat steeds meer bakkerijen sluiten. En ja, we moeten daarom ook gewoon echte kansen pakken om gewoon het mooie vak in ere te behouden. Want anders dan is het een uitstervend beroep en dat moeten we gewoon zien te voorkomen. Over uitstervend beroep, heb je dan ook een beetje voor het nageslacht? Ben je daarvoor aan het zorgen? Ja, absoluut. We hebben al 1 prachtige dochter en in april krijgen wij een tweede prachtige dochter erbij. Dus worden het straks dames die de bakkerij gaan? We zullen zien, misschien mijn schoonzoons eventueel in de toekomst. Dat is ook weer zo. Hey, we hadden het eigenlijk in eind vorig jaar al over. Ken je het Boekels volkslied al een beetje? Nee, inmiddels nog niet. Ik moet toch nog steeds de tekst ontvangen, zeg maar, dat ik dit kan gaan leren. Nou ja, eventjes 1 woord of 1 zinnetje moet je lezen. Alleen in Boekel heb ik een hart. Nou, kijk, alleen in Boekel heb ik een hart.